Goedemorgen allemaal. Nou, we zijn hier lekker bezig. Alle ramen even opengezet, de deur opengezet. En Aad heeft net gestofzuigd. Ik hoef alleen nog maar te dweilen. En dan zijn we klaar. Ik ga me nu wassen en aankleden. En dan gaan we even een paar boodschapjes doen. Gewassen en aangekleed. En nu gaan we eventjes naar de winkel. Even naar de toko. Even naar de tuinen. En dan gaan we naar Maaswijk toch. Daar zijn een aantal supermarkten bij elkaar. Ik heb een lijstje gemaakt. Dus ik heb niet zo heel veel nodig. Dus wij gaan even boodschapjes doen. En vanmiddag ga ik een uurtje oppassen op Nijdja. En verder is geen plannen. Dus nu op naar de winkel. Tuinen, dat is ijzer met vitamine C gekocht. Nu 3 halen, 1 betalen. Dat is een leuke actie. Ze hebben ze af. Zo, we gaan nu eventjes oppassen op Nijdja. Ga ik even een stukje wandelen. En dan ga ik naar huis toe. Hij is nog helemaal wakker. Maar hij zal zomaar in slaap vallen. Hij heeft lekker gegeten. Dus even een stukje wandelen nu. En dan naar huis. Heerlijk te slapen. En dit zijn de boodschapjes die ik gedaan heb. Hier ga ik een soort shawarma mee maken. Lekkere broodjes. We hebben speldbrood, zilvervliesrijs, agavesiroop, gebakken tofu, zeezout, vismarinade, havermelk en zonnebloemolie, gember, tomaten, uien. Nou, deze heb ik dan gekocht in de tuinen, dus ijzer en vitamine C. Ik heb een toko uipoeder, zwarte peper. En gerookte paprika, broodkruimels, chips en ja, dit was het. Ik heb ook nog noten gehaald in de Lidl. Walnoten, cashewnoten en amandelnoten. Kijk, ze wakker. Hallo. He? Lekker slaapje gedaan. Nee, heb je lekker slaapje gedaan? Meidje. Ben je lekker wakker? Ben je lekker wakker? Ga je eens lachen? Ga je eens lachen naar oma? Ga je eens lachen? Ja. 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 Ja.
Zo, ik ga het lekker die King champignons plukken. En daar ga ik een soort shawarma van maken. Dus even kijken, een beetje dichterbij als dat kan. Zo. En dan pluk je dan gewoon zo. Aad op de achtergrond en de hondjes, maar dat pluk je dan allemaal zo op je gemakkie en dan ga ik het marineren. Zo, lekker fijn geplukt en dan ga ik het nu marineren met een beetje olie. En een heel klein beetje sojasaus en shawarma kruiden. En dan laat ik het ongeveer een half uurtje even in de marinade staan. Zo, en dan ga ik het nu lekker bakken. Eet smakelijk! Hoe lang ben je al in Nederland? Ik ben nu ongeveer, denk ik, een jaar of 16, 15, 16 in Nederland. En is er veel veranderd in je leven? Ja, er is best veel veranderd. Als ik dan nog denk, toen ik naar hier kwam, dan zat ik nog in een soort evangelische gemeente in België. Ik zat er nog in een gospelband, Solid. Ik heb nog heel veel zitten toeren. In Nederland en België, dat is ook nog... En ook, moet ik zeggen, ik deed het wel graag, dat in die band spelen. En ook met een hart om God te dienen. En ja, als ik dan nu terug zie, ja, God zal zijn dingen wel erin gedaan hebben. Dat niet, maar dan dat er toch nog een heel sausje van religie over lag. Dus van, wij waren degene die de mensen gingen bekeren. En joh, we bekeren helemaal niemand. Zo simpel is het. Het is of God doet het en die bewerkt het hart, of er is helemaal niks. Dus dan gaan we toch ergens een bepaalde status verwerven van hoe moet ik zeggen? Dat wij de macht of kracht hebben om mensen te bekeren door muziek. Maar goed, toen ik naar hier kwam, ben ik er ook mee gestopt. En het mooie was, ik stopte met die band. En op het moment dat ik het besliste, kreeg Solid net een contract om een cd op te nemen. Die kregen toen best veel geld hoor. En toen ging ik eruit. En ja, wat bizar hoe ze nog getrokken hebben en hoe eigenlijk de God van deze wereld eigenlijk werkt. Om dan toch met schuldgevoelens en dat soort dingen. Maar ik ben er toch uiteindelijk uitgestapt, voor die cd nog. Dus ik heb die cd niet meer meegemaakt. En ja, toen ik naar hier kom is er best veel veranderd. Ik dacht dat ik God kende, op een manier zoals ik hem kende. En... ja, toen kwam ik hier en in het begin was het ook nog in een gemeente en dan hoorde ik, hier is het dan van dan heel veel mensen in de gemeente gaan dan of in tongen bidden of schreeuwen of, dus ik zag allemaal heel veel dingen dat ik zo denk van oké. Maar goed, ik denk van het zal wel zo zijn, dat dit is het. En ja, toen zijn we na een tijdje, heb ik toch besloten om uit de kerk te gaan, om ja, God echt te zoeken. En niet gebonden te zijn aan regels en dat soort dingen. Omdat ik echt wil weten van, Heer, wie bent u zelf? Wie bent u? En dus we hebben eigenlijk de hele tijd zo gewandeld. En dan hebben we op een camping gestaan in Zeeland, in Westerschouwen. En toen had ik een hele mooie vouwwagen gekocht. Van een splinternieuw van 8 personen. En... het is best een mooie tijd geweest, een hele zware tijd geweest. Heel veel eenzaamheid gekend, ook heel veel dingen moeten doorstaan. En toen ben ik er ook achter gekomen dat een vouwwagen niet geschikt is voor de winter. En tegen stormen van 10 boven kan die ook niet. Dus daar ben ik toen uitgekomen.
Maar goed, er was wel op een zeker moment een enorme storm van 10 voor. En die wind die kwam over die duin en die sloeg op die vouwwagen. Dus op een zeker moment lig ik in mijn bed en was ik alleen in de vouwwagen. Ja, ik werd gewoon overal naartoe geschud. Dat was echt, dus de mensen op de camping zaten te kijken hoe lang dat ik het vol hield. Maar op een zeker moment heb ik mijn matras gepakt en bij een vouwwagen klik je die open en dan lig je eigenlijk op die matrassen, maar die zitten op dat karretje eigenlijk. Dus alles trok mee. Dus toen heb ik mijn matras gepakt en heb ik ze in de voortent op de grond gelegd en toen heb ik daar geslapen. Ik heb als een blok geslapen en het was een storm. En dat heb ik toen liet God me eigenlijk zien van hoe sterk de storm ook is, wat er op je afkomt, in mij is de rust. Ja. Dus en dat ben ik nooit vergeten wat daar toen gebeurde. Mooi. Dat was echt mooi. Dat was echt, ik weet dat er ook eens een onweer kwam, een enorme storm. En op een zeker moment heb ik mijn gitaar gepakt en ben ik gaan lofprijzen. En dan ben ik best een tijdje aan het lofprijzen geweest. En op één keer was het stil, van het ene moment op het andere, en die storm was weg. Bijzonder. Daar zijn dingen gebeurd dat ik echt denk van wow. En dan, op die momenten zie je hoe God werkt. Ja. En dan, daar hebben wij niks in. Nee. Dan is het, ik geloof dat we dan zo ver open staat naar God toe, dat hij kan werken. Dat wij dan dat werktuig in zijn handen zijn. Ja. En dat is wat hij vraagt van, ik wil een leeg vat, los van alle denken en dan pas kan ik naar u werken. Ja. Mooi, en dat was zo mooi dat, en die lessen blijven bij. Heel even mijn bed verschoond en ik duik lekker in nu. Ik ga nog eventjes wat lezen en dan lekker slapen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vanuit u, Heer Yeshua, is de genade mij gegeven door woning te maken door u, Heilige Geest. U die mij zal leiden tot de volle waarheid in de Messias. De gerechtigheid des Heren. Volmaak mij, Yeshua, in u, gelijk u volmaakt bent, tot in de eeuw der eeuwen.